Dit filmpje willen we laten zien op welke manier u de oudercontactmodule in SmartSchool kan gebruiken. Van het moment dat u bent ingelogd als co-account van uw zoon of dochter, vindt u aan de rechterkant bij administratie een knop oudercontact. U klikt daarop en de oudercontactmodule zal opengaan. U heeft de mogelijkheid vervolgens om een afspraak te maken of om uw afspraken te beheren en eventueel te verwijderen. Maar we gaan een afspraak maken, dus we klikken op doorgaan. U kiest hier ook de datum van het oudercontact. Eventueel kan u er aanduiden dat u niet aanwezig zal zijn op het oudercontact, maar we gaan gewoon doorgaan om toch een afspraak te maken. U krijgt vervolgens een lijst te zien, op het moment dat u hier op het driehoekje klikt, van alle leerkrachten die lesgeven bij uw zoon of dochter, inclusief ook de directie. U kan hier een leerkracht aanduiden, bijvoorbeeld ik ga geschiedenis aanduiden bij meneer De Paap. Klik op OK. En in het volgende scherm krijgt u de openstaande uren nog te zien bij die bepaalde leerkracht. U vinkt gewoon het uur aan waarin u een afspraak wenst te maken. U kan hier eventueel een reden voor de afspraak bijvoegen of een vraag die u nog eventueel heeft. En vervolgens klikt u op bevestigen. Op het moment dat u bevestigd heeft, komt u terug op het voorgaande scherm en gaat u zien dat u de naam van uw zoon of dochter hier staat vermeld. De afspraak is nu gemaakt. U kan eventueel de afspraak verwijderen door gewoon terug het vinkje weg te klikken. U krijgt de mogelijkheid om de afspraak hier te verwijderen en de afspraak is terug verwijderd. U kan ook de verschillende leerkrachten of de agenda van de verschillende leerkrachten naast elkaar leggen om te kijken of u aaneensluitend verschillende leerkrachten van de klas kan zien. Op welke manier kan u dat doen? U klikt aan de linkerzijde onder de datum Vergelijk agendas. Je kan vervolgens maximum 5 leerkrachten aanduiden bij wie je een afspraak wilt maken. Ik kies bijvoorbeeld de leerkrachten van de talen, ik zeg doorgaan en je gaat zien de 3 agendas komen naast elkaar te staan. Je kan vervolgens per leerkracht aanduiden wanneer u hem of haar wilt zien. Op die manier kan u uw tijd mooi bij elkaar of de afspraken mooi bij elkaar zetten. Bent u klaar of hebt u afspraken gemaakt, mag u dit venster gewoon sluiten en zijn uw afspraken gemaakt. U kan eventueel nog een overzicht krijgen van uw afspraken bij mijn afspraken hier linksonder. En u ziet dan dat voor dit oudercontact dat u deze twee of dat ik deze twee leerkrachten heb gekozen. Ik kan die eventueel verwijderen, maar we gaan terug naar de afspraak. U kan ook een afdruk vragen van de afspraken die u gemaakt heeft. Wanneer u op afdruk klikt, gaat u hier de exportknop krijgen. U kan exporteren naar bijvoorbeeld een PDF-file. Deze wordt gedownload en deze geeft weer wanneer u een afspraak heeft gehad. Bent u klaar? Mag u gewoon deze module sluiten? Ook gaat u zien dat wanneer u afspraken gemaakt hebt bij uw berichten, ook een oudercontactbevestiging krijgt. U heeft gezien, ik heb een afspraak gemaakt bij mevrouw Schepers. Ook via SmartSchool krijgt u een berichtje met betrekking tot die afspraak. Op deze manier kan u een afspraak maken en eventueel een afspraak verwijderen.